Nou, we zijn heel blij dat er een nieuw zwembad komt in Almelo. Dat is ook echt nodig. En ik ben vanaf dag 1 intensief betrokken, want ik ben onderdeel van het projectteam van de gemeente. En ik moet zeggen, we zijn heel tevreden over de samenwerking. Ja, en ja, het kost natuurlijk heel veel geld, 21 miljoen. Maar is het rendabel, of in ieder geval is het op te brengen als je kijkt wat de kosten nu steeds zijn? Omdat ik hoor steeds over dat het bad zoveel geld kost, omdat het niet duurzaam genoeg is. Hoe gaat dat straks worden? Het zwembad wordt volledig duurzaam, zo duurzaam mogelijk. Dat is de uitdaging van de gemeente. En ja, op dit moment is het bad gewoon heel kostbaar, omdat het heel veel gas kost, met name energiekosten zijn heel erg hoog. En daar gaan we enorm op besparen. En dan moet het er in de komende jaren wel een beetje uit kunnen. Ja, nou, er moet altijd geld bij van de gemeente. We zijn een maatschappelijke voorziening en denk ook heel belangrijk voor Almelo. Maar wij doen ons best om zo goed mogelijk ons steentje bij te dragen. En in het nieuwe bad kunnen we veel meer gasten tegelijkertijd ontvangen. En dat zal natuurlijk ook positief zijn voor de inkomsten. Wat komen er aan extra voorzieningen binnen die er nu nog niet zijn? Nou, er komen 3 zwembaden die ook allemaal separate gebruikers zijn. Dus er komen tussenwanden van glas in, zodat we meerdere groepen tegelijkertijd kunnen ontvangen, zonder dat groepen last van elkaar hebben. Dat is wel heel erg mooi. En als straks die nieuwbouw klaar is, hè, want eerst wordt dat bad buiten gebouwd. En dan is er dan nog een tijd dat er geen zwemmogelijkheden zijn? Of loopt dat gelijk in elkaar over? Nou, een binnenbad blijft bestaan, dat is een voorwaarde. Tot het nieuwe binnenbad helemaal klaar is, dan gaan we verhuizen. En dan wordt het huidige binnenbad afgebroken en wordt het een parkeerplaats. Dus er kan bijna continu gezwommen worden in Almelo? Binnen wel, maar met uitzondering van het buitenbad. Want dat zullen we echt even nodig hebben als bouwterrein. En 1 of misschien 2 seizoenen, we hopen op 1 en zal het gesloten zijn. En dan kunnen we weer verder? Dan gaan we zeker verder een mooie toekomst tegemoet. Ja, hebben jullie ook nog dingen van dat nieuwe zwembad, dingen waarvan jullie denken, dat zouden wij wel graag nog ietsjes anders zien? Zeker, zeker. Vanaf dag 1 volgen we natuurlijk op de voet. En het wedstrijdbad bijvoorbeeld. Wij zijn zeer verheugd dat er een nieuw zwembad komt en we kijken er ook erg naar uit. Het wordt een mooi plaatje, alles bij elkaar. Ja.